KV Sascha moest op deze speeldag opstaan, want voor aanvang stonden ze op gelijke hoogte van Vizé. Maar stond Vizé wel in pole position om die belangrijke vierde Belgische stek te nemen. Met de komst van Bevo was het voor de mannen van Jacobs dus alles of niets. De wedstrijd gaat gelijk op gaan van start, maar wanneer we 10 minuten aan de slag zijn, staat de thuisploeg 7-5 voor. Bertels en Jacobs zorgen dan voor een 4-punten-kloof, de 11 tegen 7. De bezoekers hebben amper 4 minuten nodig om deze te dichten en zo stond het plots 12 tegen 12. Beide teams scoren dan beurtelings, zodat we gaan rusten met een 16-16. Alles is dus nog mogelijk. De tweede helft zou er eentje worden waarin de thuisploeg moet achtervolgen, maar toch telkens weet aan te klampen, zodat we halfweg de tweede periode naar een 22-22 tussenstand gaan. De Nederlanders schakelen dan een versnelling hoger en zo hebben we een tussenstand van 25-29. We spelen nog 5 minuten. Sascha met de moed herwanhoop geeft nog alles wat in de kast zit en zo gaan ze via Gijs en Rola naar de aansluitingstreffen. Het staat 28-29. Het is een alles-of-niets operatie nu voor de thuisploeg en uiteindelijk is het Gijs die de gelijkmaker kan scoren. Het staat 29-29. Iedereen zit ondertussen op het puntje van zijn stoel en wanneer de Nederlanders een fout maken in de wissel, krijgt Sascha zowaar een strafworp, luttele seconden voor het einde van de wedstrijd. En daar hadden de coaches en spelers zo hun eigen mening over. En dan maken ze die fout. Een nieuw reglement is dat je in de laatste 30 seconden een fout maakt, een professionele fout, dat is het penalty. Dus, Ja, dat is iets heel kwalijks. Dan moeten we onszelf en deel van de coachingstaf, maar ook ja, vorige week is het ook al gebeurd. We hebben ook 2 minuten gekregen en dat is dan, als we in ondertal staan, doen we een extra speler erbij. Maar er zijn een aantal jongens die hebben vaste wisselpatronen. Dus als het dan spannend is, zien ze iemand van het veld afkomen en dan moet de keeper erin. Maar dan gaan zij er ook in. Dus dat is nu een paar keer misgegaan en dat moeten we niet meer doen. Ja, we hadden natuurlijk in die slotfase wat 2 minuten straffen en dan wissel je de keeper. En dan komt er een speler uit en dan mag, er een, of, ja, mag de keeper er weer in. Dat is heel duidelijk, maar ja, in zo'n hectische fase zijn toch spelers die op een gegeven moment denken van ik wissel normaal met die speler en dan moet ik erin. Ja, dan missen ze net het overzicht en plots zijn ze dan met een man te veel. Ja. Sergio Rola heeft de kans om de winst in eigen huis te houden, maar mist. En zo blijft het 29-29. Al mogen de Hobokenaren terugblikken op een geslaagde wedstrijd. En nu heeft Sascha terug alles in eigen handen. Want bij winst op de laatste speeldag van de reguliere competitie houdt hen op de belangrijke vierde stek als Belgische ploeg. Die hen verzekert van deelname aan de Binnenlieg-competitie 2017-2018. Vizé moet afreizen naar Merksem voor hun laatste wedstrijd. Benieuwd of de Merksemenaren, de mannen uit Hoboken, een dienst kunnen bewijzen.